mijn naam is Erik en mijn favoriete boek is 400 brieven van mijn moeder van Jozef Oebelkas. Jozef heeft 10 jaar, nee, is veroordeeld tot 10 jaar onterecht gevangenisstraf. Hij heeft daar 4,5 jaar van uitgezeten, maar niet in Nederland, in Marokko. En het bijzondere aan dit boek vind ik dat, zeg maar, je hebt veel boeken over mensen die in de gevangenis in het buitenland hebben gezeten, terecht of onterecht. Maar meestal zijn ze best wel klagerig of best wel zwaar. En Jozef vertelt met zo'n kracht, met zo'n emotie, met zoveel passie over, zeg maar, hoe hij het hele heftige ding heeft omgebouwd in echt iets heel erg moois. En in gewoon een hele, ja, ik wil bijna zeggen, goede ervaring. En als je het boek leest, dan denk je wel, jezus, we hebben hier toch eigenlijk goed, weet je. En dan ben je aan het klagen omdat je weer naar de supermarkt moet shoppen door de sneeuw. Maar dan lees je het boek en denk je, oh ja, eigenlijk is er wel meer in het leven dan dat. Dus ik denk dat het een hele goede, zeg maar, reflector is voor je eigen leven. En daarnaast is het ook gewoon inspirator en, ja, iemand die hele bijzondere dingen heeft meegemaakt. Zowel hele heftige dingen als hele mooie dingen. Want het gaat volgens mij nu heel goed met hem. Hij doet allemaal lezingen en weet ik het wat. Dus that's why I love this book.